Eens en voor altijd molrekenen uitleggen. Ik ga er stap voor stap doorheen. Ik maak hier ook meteen een video van die ik met jullie kan delen, dat je gewoon terug kan kijken. Dus ik wil ook gewoon echt daar in één klap een goed verhaal van maken. Oké? Dat is prima, Bo, dat hij doet. Ik ben nog niet echt begonnen. Dus goed moment om in te schakelen. Oké, hier gaat hij. Bam, molrekenen. Even hierheen. Klik. Wat is 1 mol ook alweer? Op een gegeven moment dan is er alles uitgelegd over de mol. Dan begin je met rekenen, begin je met doen. En dan vergeten heel veel leerlingen, wat is ook alweer 1 mol? Hoe kom ik daarop? Nou, 1 mol is alleen maar een getal. That's it. Het is een woord die een getal vertegenwoordigt. 1 dozijn is 12. Dus ik heb een dozijn kippen, heb je 12 kippen. Waarom zeg je dan niet gewoon 12? Weet ik niet, we hebben het woord dozijn ervoor. Voor de mol is het iets logischer. 1 mol is 602 triljard. Dat is een rotgetal. Kun je wel steeds blijven noemen, maar het is gewoon een rotgetal. Dus doen we niet. We hebben het gewoon over 1 mol, dan hebben we het over 602 triljard. En dat noemen we vanaf nu een mol. Dat is hetzelfde als 6,02 maal 10 tot de macht 23. Dus een 6 met 23 nullen. Ja? Een behoorlijk groot getal. Waarom dit getal? Wat boeit scheikundigen dit getal überhaupt? Nou, zoals je weet, wegen we het gewicht van moleculen in units. Dus het gewicht van een proton en een neutron was 1 unit. Atomen zijn opgebouwd uit protonen en neutronen. Hoe meer protonen en neutronen in het atoom, hoe zwaarder het atoom is. Moleculen bestaan weer uit atomen. Dus het aantal atomen in een molecuul bepaalt ook hoe zwaar je molecuul is. Nou kun je zo'n unit nooit wegen. Er is geen weegschaal in het universum nauwkeurig genoeg om een unit fatsoenlijk te meten. Oké? Dus we hebben er eigenlijk in de praktijk niet zoveel aan. Nou, toen kwam er een Italiaanse scheikundige, de heer Avogadro, en die bedacht, weet je wat? Niet avocado, Avogadro. En die dacht, hoe vaak past zo'n unit nou in een gram? En die is gaan kijken en die kwam erachter van, hey, een unit past precies 602 triljard keer in een gram. Om even aan te geven hoe onwaarschijnlijk klein een unit dus is, hè. Een waterstofatoom weegt 1 unit. Dus als ik 1 gram aan waterstofatomen heb, dan heb ik er 602 triljard. In 1 gram waterstofatomen zitten meer waterstofatomen dan dat er sterren in het zichtbare universum zijn. Dat is mindblowing. Dus doe ik 1 unit keer 602 triljard, dan heb ik 1 gram aan units. Wat we dus ook kunnen zeggen is, ik doe een mol keer een unit en dan heb ik 1 gram. Ander voorbeeld. Een O-atoom die weegt 16 units. Dus neem ik een mol aan O-atomen, dan heb ik 16 gram aan O-atomen. Een glucosemolecuul weegt 180 units. Die bestaat uit 6 koolstofatomen, 12 waterstofatomen en 6 zuurstofatomen. Tel ik al die gewichten van die atomen bij elkaar op, kom ik op 180 units uit. Dus 1 mol glucose weegt dan ook 180 gram. Dus de mol is eigenlijk een manier om het gewicht in units weer te geven in gram. Dus hoeveel moleculen heb ik nodig om het gewicht in units van het molecuul in grammen te krijgen? Dat is wat een mol is. Belangrijk om te weten, in de derde klas, het atoommassa van een atoom wordt altijd gegeven. Je hoeft het voor mij nooit uit je hoofd te leren, oké? Dat zou heel erg irritant zijn. Verder, we zijn in de derde klas. Vanaf volgend jaar dan krijg je een tabel. En er zitten allemaal heel exact op 3 cijfers achter de komma de massa's van atomen weergegeven. Wij gaan uit van afgeronde hele getallen voor atoommassa. Dus ik gebruik gewoon voor waterstof 1 unit en niet 1,008. En voor zuurstof gebruik ik 16 units en niet 15,999. Oké, dus ik rond ze af op hele getallen. Boeit verder ook niet zo heel erg voor de inhoud van de stof.
Dus wat is de mol? De mol is een heel groot getal. Waarom dat getal? Nou, als ik de mol keer een unit doe, dan heb ik precies 1 gram. Dat is de reden. Oké, dus wat is de molmassa van H2O, van water? Nou, om dat te bepalen gaan we eerst kijken hoeveel units weegt een watermolecuul. Nou, wat is een watermolecuul? Dat is een zuurstofatoom met daaraan vast twee waterstofatomen. Zo'n zuurstofatoom die weegt 16 units en die waterstofatomen die wegen 1 unit. Dus bij elkaar opgeteld weegt een watermolecuul 16 units plus 2H-atomen van 1 unit is 18 units. Dus als één watermolecuul 18 units weegt, dan weegt een mol watermoleculen 18 gram. Dus heb ik 602 triljard watermoleculen, dan weegt dat 18 gram. Oftewel, in 18 milliliter water zitten 602 triljard watermoleculen. Oké? Okay? Ander voorbeeldje. Hoeveel gram weegt 1 mol CH4? Dat is methaangas. Nou, methaangas bestaat uit een koolstofatoom van 12 units en 4 waterstofatomen van 1 unit. Dus het hele molecuul weegt 12 plus 4 keer 1 is 16 units. Dus 1 molecuul methaangas weegt 16 units. Dus 1 mol methaangas weegt 16 gram. 602 triljard methaangasmoleculen wegen samen 16 gram. Oftewel, 1 mol methaangasmoleculen weegt 16 gram. Yes? Oké, okay. Ik heb nu een aantal vragen over de stof alcohol. Dat is C2H6O. Bij de verbranding van alcohol ontstaat 352 gram koolstofdioxide. Dit kan een vraag zijn die je krijgt over dit soort opdrachten. Hoeveel mol alcohol was er voor de verbranding aanwezig? Oké, okay. Lastige vraag. En die gaan we stap voor stap oplossen. Oké? Okay? Ten eerste, geef de kloppende vergelijking van de verbranding van alcohol. Nou, hier is de formule van alcohol, C2H6O. Voor de verbranding van alcohol. Nou, verbranden betekent dat iets reageert met zuurstof. Dus alcoholmoleculen en zuurstofmoleculen reageren met elkaar, die botsen, gaan stuk en er ontstaat CO2 en H2O. Deze reactie moeten we eerst kloppend maken. We gaan naar dat alcoholmolecuul kijken. Er zitten twee koolstofatomen in. Hier in CO2 zit maar één koolstofatoom, dus hier moet ik er al twee van hebben. Voor de pijl heb ik zes waterstofatomen, na de pijl maar twee, dus hier moet ik er al drie voor hebben. Dan kan ik O'tjes op gaan lossen. 2 keer 2 is 4 plus 1, 2, 3 is 7 O-atomen dan aan de rechterkant. Ik heb er hier al eentje in zitten, plus 3 keer 2, dan heb ik ook 7 aan de linkerkant. Dus de kloppende reactievergelijking wordt 1, 3, 2, 3. Kijk maar mee. 2 C'tjes, 2 keer 1 is 2 C'tjes. 6 H'tjes, 3 keer 2 is 6 H'tjes. 2 keer 2 is 4, plus 3 keer 1 is 7 O'tjes in totaal aan de rechterkant. 3 keer 2 is 6, plus 1 is 7 O'tjes in totaal aan de linkerkant. Dus we beginnen met het kloppend maken van de reactievergelijking. Wat halen we hier nou uit? Wat betekent dit nou eigenlijk, deze kloppend gemaakte reactievergelijking? Nou, gemiddeld genomen reageert één alcoholmolecuul met drie zuurstofmoleculen. En daarbij ontstaan twee koolstofdioxidemoleculen en drie watermoleculen. Dit is de verhouding waarmee die moleculen reageren. 1 staat tot 3, staat tot 2, staat tot 3. Dus voor ieder alcoholmolecuul krijg ik drie watermoleculen. Voor ieder alcoholmolecuul krijg ik twee koolstofdioxidemoleculen. Voor ieder alcoholmolecuul heb ik drie zuurstofmoleculen nodig in een reactie. Dit is een verhouding. Dus het is ook zo dat als ik 10 alcoholmoleculen heb, dat ik dan 30 zuurstofmoleculen nodig heb. Daarvoor krijg ik dan 20 koolstofdioxide en 30 H2O. Als ik 4 alcoholmoleculen heb, heb ik 12 O2 nodig. Daarvoor krijg ik 8 CO2 en 12 H2O terug. Dus het is ook een verhouding. En dan, Danielle, kom ik op jouw vraag uit. 1 mol alcoholmoleculen heeft dus ook 3 mol O2 nodig. Daarvoor krijg ik 2 mol CO2 en 3 mol H2O. En aangezien de mollen in grammen uitgedrukt wordt, kan ik hier in de echte wereld wat mee. Stel, ik wil om een of andere reden 352 gram CO2 maken. Ik kan nu exact uitrekenen hoeveel alcohol ik moet
inkopen om die 352 gram CO2 te maken? Namelijk, als ik weet hoeveel mol 352 gram CO2 is, dan weet ik ook hoeveel mol alcohol ik nodig heb gehad. Ik kan dan de molmassa van alcohol bepalen, dat vermenigvuldigt met het aantal mol dat ik heb. En dan weet ik ook hoeveel gewicht aan alcohol ik nodig heb. Dat is een hele lange zin, dat is nu nog super complex. Ik ga daar nou stap voor stap doorheen. Dus, kloppende reactievergelijking. Bij de verbranding van alcohol ontstaat 352 gram CO2. Hoeveel mol alcohol was er voor deze verbranding aanwezig? Oké. Eerst gaan we kijken, 352 gram CO2, hoeveel mol CO2 is dat? Nou, dan moet ik weten hoeveel 1 mol CO2 weegt. Hoe doe ik dat? Ik zoek op wat een molecuul CO2 weegt. En dan weet ik dat, dat geeft een getal in units. En dan weet ik dat 1 mol CO2 datzelfde getal is in grammen. Dus, wat moet je daarvoor weten? Je moet weten dat een C'tje 12 units weegt en een O'tje 16. Die krijg je dus altijd gegeven. Dus CO2 weegt 12... van die C, plus 16 plus 16, is 44 units. Dus 1 molecuul CO2 weegt 44 units. Dat betekent dus dat 1 mol CO2 44 gram weegt. Ik heb 352 gram, nu kan ik uitzoeken hoeveel mol CO2 352 gram is. 44 gram is 1 mol, dus 352 is... 352 gedeeld door 44 is 8 mol. Oftewel, 352 gram CO2 is hetzelfde als 8 mol CO2. En nu komen we op waarom molrekenen handig is. Als ik weet dat ik 8 mol CO2 heb, en ik weet dat ik voor elke 1 mol alcohol 2 mol CO2 terugkrijg, dan weet ik dus dat ik voor 8 mol CO2 ook 4 mol alcohol moet hebben gehad. Namelijk de helft. De verhouding is 1 staat op 2. Dus, om 8 mol CO2 te maken, hoeveel mol alcohol heb ik dan nodig gehad? Nou, voor elke 2 mol CO2 heb ik 1 mol alcohol nodig. Dus, 4 mol alcohol. Wat hebben we gedaan? We hebben een gewicht gekregen van het aantal CO2. We hebben uitgerekend hoeveel 1 mol CO2 weegt en daarna uitgerekend hoeveel mol dat gewicht is wat we hebben gekregen. Dus 352 hebben we gedeeld door het molgewicht van CO2 en daarop kwamen we uit op 8 mol. Dan weten we dus dat we hier 8 in moeten vullen. We weten dat het helft aantal mol de hoeveelheid alcohol is die heeft gereageerd. Dus 8 gedeeld door 2 is 4 mol alcohol hadden we nodig om 352 gram CO2 te maken. Maar hoeveel gram alcohol is die 4 mol alcohol dan? Nou, om dat uit te rekenen moeten we eerst weten hoeveel 1 mol alcohol weegt. Alcohol bestaat uit C2H6O. De C'tjes wegen 12 units, de H'tjes wegen 1 unit en de O'tjes wegen 16 units. Dus 1 molecuul alcohol weegt dan 12 plus 12 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 16 units is 46 units in totaal. Dus 1 mol alcohol weegt dan 46 gram. We hadden 4 mol alcohol. Dus 46 gram keer 4 geeft 184 gram alcohol en 4 mol. Dus, kort samengevat. Wat is een mol? Een mol is gewoon een heel groot getal. 602 triljard. 6,02 maal 10 tot de 23ste. Als ik een mol keer een unit doe, dan krijg ik 1 gram. Dus de mol is het aantal keer dat een unit in een gram past. Door de mol op een kloppende reactievergelijking toe te passen, kunnen we een aantal interessante dingen doen. We kunnen namelijk uitrekenen hoeveel van een beginstof we nodig hebben om een bepaald product te maken. Of we kunnen uitrekenen hoeveel product we kunnen krijgen op basis van een bepaalde hoeveelheid beginstof. Dit is voor heel veel scheikundige industrieën zeer interessant. Denk maar eens aan de cosmetica-industrie. Hoeveel van een bepaald goedje heb ik nodig om zoveel 100.000 liter van mijn product te kunnen maken? Denk eens aan de ijzerindustrie. Hoeveel ijzererts moet ik inkopen om 300.000 kilogram ijzer te kunnen maken? Dan is het heel erg belangrijk dat je een idee hebt van hoe de chemische reactie om jouw stoffen te maken in elkaar steekt. Hoe je de kloppende reactievergelijkingen opstelt. En aan daarvan kun je met behulp van de mol vrij eenvoudig berekenen hoeveel van een beginstof je nodig hebt. Of hoeveel product je krijgt van een bepaalde hoeveelheid beginstof.
Nou, dat was het einde van deze les. Ik hoop dat het duidelijk genoeg was. Vragen mag je zetten in de comments. Vond je het leuk? Geef het een like of abonneer op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.